De gemeente Asten hield op woensdag 8 januari een nieuwjaarsreceptie in gemeenschapshuis De Klepel. De receptie werd officieel geopend met de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hubert Vos. Dames en heren. Misschien is dit het juiste moment om een gemiddelde toespraak te houden qua lengte. Want het is eigenlijk nu zo dat we er bijna allemaal zijn. Dus ik denk dat we wel kunnen beginnen. Welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. 2014 is net begonnen en er ligt een nieuw jaar voor ons. En ik wens u allemaal, mede namens het college van BMW en ook de raad, een goed jaar toe. Met vele gelukkige momenten, met wensen en dat de beste wensen uitkomen. Maar bovenal een goede gezondheid voor u en uw naasten. 2013. Vorig jaar, ik weet niet hoe het komt, maar vorig jaar stond ik wat meer aan de flank. En nu sta ik in het centrum. Ik weet niet of dat er goed is, maar in ieder geval, het valt me wel op. Vorig jaar stond ik hier voor de eerste keer om de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst om uw gezelschap aan u toe te spreken. Het was ook de eerste keer van de kennismaking met de burgers en het maatschappelijk middenveld van Asten. En ik sprak de wens uit om goed in contact te komen met de samenleving, in het bijzonder die van Asten, Heusden en Ommel. Als ook om me in te werken in de maatschappelijke en de bestuurlijke overleggen. En in de eerste helft van vorig jaar heb ik een intensief programma gedraaid om dat ook een beetje waar te maken. Ik ben bij de dorpsraden Heusden en Ommel geweest, alle raadsfracties bezocht om ook te horen van, nou, wat vinden jullie nou belangrijk en wie zijn jullie en wat houdt jullie bezig in de politiek. Ambtelijke organisatie, politie, brandweer, GGD, de gebiedsofficier, het SRE. Ja, ik weet niet, maar in een jaar tijd verandert er ook veel, want ze heten SRE en nu is het al Metropool Eindhoven. De zes speelgemeenten, Peel 6.1, maar ook Bergopwaarts, ZLTO, de OVA, de ICAS, de werkgeversvereniging BZW, Prodas, Plato, Varendon College, maar natuurlijk ook de verenigingen, om maar eens wat te noemen. En ik heb daar goede indrukken aan overgehouden. Het jaar is snel voorbij gegaan. En ja, ik zeg het zelf maar, ik voel me op een plek in deze gemeente, in onze gemeente. En ik ben er ook inmiddels ook een beetje gruts op geworden. Of om het op zijn Brabants te zeggen, dan maar trots. Goede sfeer, positieve instelling en vertrouwen in de raad, het college, ambtelijke organisatie. En dat is een kernkwaliteit van een krachtige gemeente. Dat biedt een gezonde basis om mee te gaan in een veranderende omgeving. Want dat er veel beweging om ons heen is en dat er veel verandert, nu, maar ook in het aankomend jaar, daar mogen duidelijk zijn. Maar ik ben ook aangenaam verrast door de burgerparticipatie in onze gemeenschappen. Was het woord participatiesamenleving in 2013 een nieuw woord dat hoog scoorde? Ik heb zelf ervaren dat velen in Asten, Heusden en Ommel daar al enkele jaren mee bezig zijn. En onze mensen, onze vrijwilligers, al dan niet in verenigingsverband, die steken daadwerkelijk de handen uit de mouwen. Dat spreekt mij aan. Dat vind ik fijn. Misschien is het wel de peelmentaliteit, ik weet het niet. Maar er wordt echt veel gedaan door de burger in samenwerking met gemeenten, met andere overheden of maatschappelijke partners. En ik zag dat bij mijn rondgang en daar neem ik mijn petje voor af. Dan zie je dat ook in een tijd van bezuinigingen de voorzieningen er goed bij liggen. En dan zie je dat er vorig jaar veel gerealiseerd is. Als je geen voorbeelden noemt, dan doe je jezelf tekort. Als je er een hele reeks van maakt, dan loop je het risico dat je er wat vergeet. Maar ik noem er dan toch maar een paar, omdat ik daar trots op ben.
En omdat ik ook wil uitstralen, uitdragen, dat we dat samen doen. De brede maatschappelijke voorziening Hart van Heusden en de nieuwe MFA, multifunctionele accommodatie, de Kluis. We kunnen er sowieso 30 jaar mee vooruit. De gidsels. Het heeft voor u misschien wat lang geduurd, maar dan heb je ook wat. De revitalisering van het bestaande bedrijventerrein Molenakkers. Juist als het wat minder gaat, moeten we wel investeren dat als het dadelijk beter gaat, dat het er wel goed bij ligt. Het opknappen van woningen in de Bloemenwijk, ook al gebeurt dat ook door anderen. De herinrichting van het Molenplein en omgeving. Maar ook andere aspecten als de aanleg van de EVZ Assense A. Of de start van een basisvoorziening werk en inkomen als de zomeren. Die kun je noemen. En het werk gaat door, tenminste als ik naar de markt en naar het centrum kijk. En het is ook goed dat de nieuwbouw van de voetbalaccommodatie NWC, ook al is de selectie nou naar Turkije, maar ja, daar moeten ze natuurlijk trainen. Maar dat dat gestart is en dat er weer de schop de grond in is. En ja, ik zei het, misschien niet helemaal 100% gescoord, maar enkele panden bij Anneke de Bruin zijn gesloopt. En dat alles wat ik u zeg, en ik ben ook dingen vergeten, maar dat alles is gepaard gegaan met lasten die, als je dat vergelijkt met andere gemeenten, en u kunt dat zelf nagaan, dus ja, u denkt misschien elke burgemeester zegt dat zo, maar dat valt wel mee, want je moet wel zeggen dat het ook geloofwaardig is. U kunt dat nagaan. Als we onze lokale lasten vergelijken met andere gemeenten, dan zijn ze lager. Niet het laagste, maar we zitten wel bij de top. Ik kan er niet omheen om te zeggen dat de destijds aangegane samenwerking van een aantal jaren geleden met Asten en Zomeren, ja, bij mijn aantreden toch begin vorig jaar, er zat geen relatie tussen overigens, maar dat die tot een einde is gekomen in de omvang zoals deze destijds voorzien was. We respecteren ieders keuze, maar zijn wel in Asten, want het moet wel ergens om blijven gaan. We zijn vervolgens wel als Asten aan de slag gegaan om een nieuwe kijk in de toekomst, op de toekomst te formuleren. En die visie ligt er weer. Koersen op eigen kracht, comma, visie op samenwerking in netwerken. Dat zijn misschien wat abstracte begrippen, maar het is wel een strategische koers. En als je die hebt, dan moet je eraan werken om die in te vullen. Daar gaan wij dus stevig mee aan de slag. Daarbij hoort de PEEL-samenwerking 6.1. En daarbij hoort ook een andere, afgeslankte, maar wel goede samenwerking met onze buren in Zomeren als de Zomeren. Asten is een prettige en veilige gemeente wanneer ik naar de veiligheidsmonitor en naar de politiecijfers kijk. Dat moet zo blijven. En samen blijven we daar hard aan werken. En als ik zeg samen, dan doen we dat met politie, met het OM, met de brandweer, want dat is een andere soort veiligheid. En natuurlijk ook met u, de burger, die we daarbij hard nodig hebben. Vorig jaar was ook het jaar dat wij verhuisden naar een plek dichtbij Asten. 2014. Jaar van twee verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart en op 22 mei die voor het Europese parlement. Maar het hemd is nader dan de rok, dus we kijken benieuwd uit naar de uitslag van de lokale verkiezingen, naar de lokale democratie. Kijkend naar het opkomstpercentage van de raadsverkiezing van 4 jaar geleden, dat was 59,55%, meen ik dat deze opkomst voor Asten te laag is. Ik roep dus alle stemgerechtigden op om zeker te gaan stemmen. En ik zie daar twee redenen voor. Allereerst beseffen we dat niet altijd, maar het is wel zo. Allereerst is het stemrecht een groot democratisch goed. U kiest de volksvertegenwoordiger. En raadsleden moeten vooral volksvertegenwoordiger zijn en zich bezighouden met de vraag wat er leeft in de gemeenschap en wat er moet gebeuren.
En hoe dat dan vervolgens moet, dat is een andere zaak, dat moeten anderen maar doen. Maar dat doet een volksvertegenwoordiger. Dat is de eerste reden. Maar er is een reden bijgekomen. En niet minder belangrijk vind ik het eigentijdse argument van de participatiesamenleving. Doet u op andere terreinen nu al mee als burger, ik heb het zojuist gezegd, dan wordt dat nog meer in de toekomst. Denk aan de zorg. Het onderwerp is erg actueel. Neem dan ook een verantwoordelijkheid om mee te beslissen wie uw vertegenwoordigers zijn. Want de komende jaren zal het veranderen en in die verandering zullen raadsleden veranderen en zal de burger met elkaar en ook in het verkeer met elkaar veranderen. Dan is het ook belangrijk dat u de verantwoordelijkheid neemt om te stemmen. Ik zet dus in op een hoger opkomstpercentage in dit jaar in Asten en ik hoop dat de burger dat ook vindt. Ik wens de politieke partijen daar alle succes bij. Ik wens in ieder goede verkiezingen en bedank ook. Ik zal dat later doen op een ander moment in de raadsvergadering, maar ik doe het hier ook maar. Raadsleden, wethouders, de burgercommissieleden en de politieke partijen voor hun inzet en de werkzaamheden van de voorbije 4 jaar. 2014 is ook anderszins een jaar waar wat te gebeuren staat. En ik duid een aantal onderwerpen, thema's die op onze agenda staan en die uitgewerkt moeten worden. Het sociaal domein, zeg maar gewoon welzijn en zorgtaken. Van verzorgen naar eigen kracht van de samenleving en daardoor ook een andere gemeente, maar wel een gemeente die de mensen die het uiteindelijk niet kunnen, niet in de kou laat staan. Hoe gaan we dit met elkaar invullen? Koersen op eigen kracht en visie op samenwerken in netwerken. De peelsamenwerking is niet een kans. De peelsamenwerking is een opgave. We willen het. We doen dus mee. En we werken eraan en dan gaat het iets opleveren. Dit komt ten goede aan de kracht van je eigen gemeente, maar we moeten wel het vizier goed voor ogen houden dat we het blijven doen voor de burger en dat die burger daar dan ook iets van merkt. De verdere ontwikkeling van de gemeente in haar rol van dienstverlener. Wij meten in dit jaar de tevredenheid van onze klanten, dat bent u. En wij willen tevreden klanten. Een derde onderwerp is het traject naar een financieel gezond meerjarenperspectief in de voorjaarsnota en de meerjarenbegroting 2015-2018. Hier ligt een forse klus. Ook een kwaliteit van een krachtige gemeente is dat je financieel gezond bent. Een financieel gezond zelfportret. En deze selfie, dat schijnt tegenwoordig in de social media een modern woord te zijn, die willen wij. Na de verkiezingen wordt de lokale agenda geformuleerd en dat is een zaak van de politiek. We kijken daarnaar uit. En tot slot, dames en heren, spreek ik mijn vertrouwen uit in onze burgers, in onze verenigingen en instellingen, want zij zijn ook een fundament van de samenleving bij het oppakken van verantwoordelijkheden. En dat is een kwaliteit van een krachtige gemeenschap. Daar wil ik u voor bedanken. Als sportieve burgemeester met in dit jaar de Olympische Winterspelen en het WK voetbal in zicht, ik geloof in de zomer, zeg ik, samen winnen we de wedstrijd en genieten we van Asten, waar het goed wonen, leven en werken is. Een goed en gelukkig nieuwjaar. Dank u wel.